Hallo. Goeiedag. Hi Henk. Hi. Hallo. Henk. Hi. Zo. Is dit... sorry hoor. Ik ben er geen twee seconden binnen of... Of je breekt de tent af. Of ik breek de tent af. Is dit je hele cactusverzameling? Nee, ik heb nog meer. Ik heb nog meer. Ja, en waar haal je die dan? Ja, ik huur nog ergens een kas. Mag ik heel even binnen kijken? Natuurlijk. Ja, oh. Needles and pins because of all my pride. The tears I gotta hide. Hey, I thought I was. Waarom prik je die ding? De natuur die past zich aan de omstandigheden waarin die leeft. Dus die planten moeten zich aanpassen. Nou, en hun hebben dat gedaan door stekels te vormen. Dan worden ze niet opgevreten. Wat staat hier nou wat heel zwaar prikt? Nou, die agaves, die prikken, daar moet je niet in vallen, want dan ben je echt heel ongelukkig. Nou, weet ik toevallig wat dat zijn, want nou, dat die heb ik zelf ook in de tuin staan. Ah ja. Dat zijn deze. Dat zijn deze. Ik heb er eentje in de tuin staan en die heeft de winter overleefd. Overleven alle cactussen? Nou, nee, de meeste niet. Er zijn er wel, die kunnen eigenlijk heel goed tegen de kou, maar je zit hier met de vocht. Het is hier veel te vochtig. En daardoor gaan de meeste planten hier weer dood. En nou heb je natuurlijk prikken in gradaties. Ja. Wat zijn, dit is een prikloze cactus. Ja. Wat is nou een superprikker behalve deze? Dat is de horse cripple. De horse cripple? De horse cripple noemen ze hem in Amerika. Als er een paard... De verzeild raakt met zijn benen, dan raakt hij kreupel. Oh, en kijk eens, het is ook keihard. En daar hebben ze ontzettend hekel dus aan deze planten. Pak eens die grote erachter, hé. Oh. Zo, kijk of dat lukt. Zo. Pak jij hem even? Ja. Oh. Zo. Hey, ook weer zo'n cactus die qua water ongeveer droog staat. Mijn moeder zei vroeger altijd, cactus nooit water geven. Nou, dat kan geen kwaad eigenlijk. Want de meeste cactussen die gaan dood doordat de mensen te veel water geven, ja. Dus als je er eigenlijk niet naar kijkt, dat is op zich niet verkeerd. Dus het is wel een makkelijke hobby. Hartstikke makkelijk. Toch? Ja. Geen omkijken. Ja, je kan rustig op vakantie een paar maanden, maakt niet uit. Hoe kom jij aan al die cactussen? Ja, er is een vereniging. En op reis, hè. We gaan zelf ook naar Mexico en Amerika. Weet je wat zo mooi is? Je komt in gebieden waar niemand komt. Het is echt een groot avontuur. Kijk, deze gaat bijna bloeien, zie je? Vooral als je hem zo beet houdt, krijg je toch hele rare associaties. Nou, ik durf hem zo ook maar beet te houden, zie je? Ah, bluffer. Als jij het kan, kan ik het ook. Oh, nee. Nou, je moet gewoon niet knijpen. Probeer hem eens niet knijpen, gewoon oppakken. Nou, zie je. Hey. Hoe krijgen jullie dat voor elkaar? Ja, toch niet achterblijven. Verdomme. Ja. Hey. Zeer gemaakte lach, al zeg ik het zelf. Want het doet echt pijn. Als je nou in Mexico of in Noord-Amerika komt... zijn die cactussen dan veel groter? Ja, je hebt ook zuilen, hè? Die zijn wel een meter of 6 hoog. Dat is gigantisch. Als je daaronder staat en dan zie je ze in de wind wiegen en je hoort die wind er doorheen blazen, ja, dat is gewoon heel apart. Het zijn geen snelgroeiers, toch? Hoe oud is die dan? Ja, maar dan zijn ze wel meer dan 100 jaar, hoor. Ja. Er loopt een verhaal, in Amerika heb je een gebied, dat heet de Chola Cactus Garden. Er staan er heel veel van op een hoop en daar hebben ze mensen wel eens ingejaagd. En als je daar dus in terecht komt, dan kom je er ook niet meer uit. En als je dan geprikt wordt en je wilt terug, dan komen er van die weerhaakjes. En als je zo'n doorn in je huid krijgt, en je wil hem eruit trekken, want één doorn, dat lukt dan nog wel. Dan zie je huid ook een centimeter naar buiten komen voordat hij ploep zegt. En daarna natuurlijk is het een bloedbad. En is het een bloedbad. Dan kan er maar één, de liefste, de mooiste, de meest gewaardeerde zijn. Ja, die... En dat is? Ja. Nou, dit is een agave. Ja, laat eens kijken. Nou, dat is deze. Ja, en die heeft ook van die punten waar ook een mooie krul in zit. Ja.
Zoals ja, een, maar die kleuren. Een Turk zwaard, zal ik maar zeggen. De kleuren zijn prachtig. De kleur is natuurlijk heel bijzonder. Nou ja, dat maakt het dan bijzonder, hè. Hoe lang heb je deze hobby al? Vanaf mijn 14e jaar. Waarom koos jij nou voor als hobby voor cactus? Ja, dat is denk ik gewoon een afwijking wat in je zit. Ieder mens heeft ook zijn afwijking. Uh-huh. En het boeide mij, het groeien van planten, dat boeide mij op de een of andere manier. Ja.